nieuwe Cam Hype. Woep woep. Welkom bij een nieuwe stream. Ja, nieuwe Cam Hype. En niet alleen mijn cam is nieuw, mijn computer is vernieuwd, zeg maar. Ik heb mijn computer afgelopen week gereset, want ik had telkens problemen met mijn OneDrive. Die was eigenwijs aan het doen. Dus ik heb hem nu opnieuw geïnstalleerd. Geen OneDrive meer. Heerlijk. Maar inderdaad ook een nieuwe cam. Ik ben benieuwd wat iedereen van het beeldkwaliteit vindt. Maar welkom. Wou alweer bijna een jaar. Bijna een jaar. Bril, ja. Kimpel, groet, kimpel, hart, kimpel, vlag, kimpel, pan. Nou, uitroepteken, vlag in de chat voor Bianca. Bijna een jaar. En daarover gesproken, dat is volgende week zondag zover, hè? 21 maart. Stream ik een jaar op Twitch, dus dat gaan we ook vieren die zondag. Olivia, welkom. En ik zie ook Sims by Kaylee, die is er voor het allereerst bij. Nieuwe volger, welkom. Sven is er, Henk is er, Annette is er. Geel. Geel. Ga je nog vragen welke kleur? Ja, eigenlijk hoef ik het niet meer te vragen. Jij bent van het geel. Bianca 80 met een 11. En dan kom je... Yo, hallo, nieuwe webcam. Jij zou het beter doen. Ja, dank je. Deze moet beter zijn dan mijn andere cam. Oké, je zit erbij. Ik kan trouwens wel even laten zien waarom ik, zeg maar, van cam gewisseld ben. Even kijken hoor. Zo grappig, toen ik je voor het eerst zag op Twitch, ging ik er al van uit dat je heel lang bezig was. Maar blijkbaar was je toen net begonnen. Maar ik leerde Twitch toen pas net kennen. Ja, ik denk dat het ook scheelt dat ik al 4 jaar YouTube ervaring op zak heb. Dat helpt natuurlijk ook. Want je ziet ook wel, ik zie ook wel als iemand dan echt nieuw begint op Twitch en ook nog geen YouTube ervaring hebt, dat merk je aan hoe ze praten. Soms vaak nog wat teruggehouden. Een beetje verlegen. Maar ja, dit was dus mijn oude cam. En dit was het probleem, zeg maar. Hij was niet stabiel meer. En hij blijft ook niet meer zo staan. Hij knalt naar achter of hij knalt naar voren. Hij moest leunen op mijn beeldscherm. Dat was het probleem. En nou blijkt dus, ik dacht aan de andere kant van, oh, hij gaat stuk. Maar daar blijkt dus alleen, ja, dat zie je niet, het is donker, het snoerkabeltje te zitten. Dus hij zou niet zo snel stuk gaan als dat ik dacht dat hij stuk zou gaan, zeg maar. Het is niet praktisch. Ik ken die niet meer gewoon blijf staan. Ja, nu toevallig wel, maar kijk. Dus ik heb nu een nieuwe. Ik heb nu een nieuwe. En deze kan ik dan ooit een keer gebruiken. Als ik bijvoorbeeld een dubbele cam nodig heb, dan moet ik hem wel vasttapen, zeg maar. Maar echt uit zichzelf staan doet hij niet meer. Ik moet wel zeggen, ik mis wel de ringlamp die er omheen zat. Want ik ben nu heel erg aan het puzzelen met de settings van deze cam. Dit is de eerste keer dat ik hem nu met daglicht gebruik. Dus nu is het goed, maar ik moest wel even puzzelen, zeg maar. Ik heb nu natuurlijk niet meer die ringlamp van voor. Terwijl ik nog wel zonlicht van achter heb. Dus dat was even een uitdaging. Maar dit is nu mijn cam. Hallo jullie, daar zitten jullie. De Logitech Streamcam heb ik nu. Ja, ziet er goed uit, dankjewel. Ja, daar ben ik dus nu nog even mee aan het puzzelen. Ik vind dit echt heel mooi beeld. En ik ben benieuwd hoe dat dan straks is als, zeg maar, de zon ondergaat en ik s'avonds stream en dan die lamp boven mijn hoofd heb, hoe het er dan uitziet. En dat ik dan natuurlijk ook weer moet puzzelen met de settings. Maar ja, deze cam is heel fijn. En deze kan ik nu ook makkelijker verplaatsen, want hij heeft dus een klikje dat ik hem aan mijn beeldscherm kan doen. Maar ik heb ook, ja, deze is dan voor mijn telefoon. Maar ik heb er ook zo één voor gewone camera's. En daar zou die ook nog op kunnen. Dus misschien verandert die in de toekomst nog van plek. Bianca, oh, dat deed je met de spiegel. Ik dacht, hoe doe je dat zo snel? En Annette zegt, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht dat je dus je ringlight aan had staan. Nee! Ik moest wel puzzelen hoor, want de eerste keer dat ik hem aanzette was ik van voor heel donker. Dus ik moest even met de settings puzzelen, dat ik nu goed licht heb. Maar er is dus blijkbaar een optie dat je corrigeert. Ja, hij kan corrigeren, zeg maar, als je onderbelicht bent. Dus die staat nu aan. Maar ik weet dus niet of die nu gewoon goed is voor zowel dag als nacht. Of dat ik, als ik s'avonds stream, weer moet puzzelen. Dus dat gaan we in de komende tijd ontdekken. Sowieso is puzzelen, want ik heb dus mijn computer opnieuw gereset. En ik had net ook even moeite met Streamlabs. Dingetjes die weer helemaal opnieuw ingesteld moeten worden en zo. Mocht trouwens iets van de audio te hard staan op iets, laat het vooral weten. Want ik ben zo gewend aan mijn oude settings. Het is weer even zoeken. Maar we gaan beginnen. Ook moet mijn eigen chatregels accepteren. We gaan beginnen met Animal Crossing. We hebben hieronder... Kun je mijn villagers zien? Ik zal trouwens zo meteen ook even de titel aanpassen. Ja, er is wat veranderd. Mijn 2 starters zijn weg. Ik heb niet meer Hazel. Die is weg. Daar is nu Vivian voor in de plek gekomen. En Boon is ook weg. En daar heb ik nu Raymond voor in de plek gekregen. En ik
heb dus begrepen dat Raymond echt zo'n fillertje is die super populair is. Waar mensen dus... Ja, Miss Universe weg. Maar ik heb dus begrepen dat Raymond een fillertje is waar heel veel mensen echt honderden tickets voor neer willen leggen. En hij zat gewoon gratis op mijn kampeerplek. Ik heb zelf met Raymond niet per se iets dat ik denk, ah, oh, die fillertje moet ik per se hebben. Vooral omdat zijn huisje is een kantoor. Dat vind ik wat minder. Er staat geen bed, er staat geen bank, er staat een bureau en een whiteboard. Ja, daar heb ik niks mee. Toen die... Ik dacht, ik ga gewoon proberen. Kijken wat die zegt. Met wie die wil ruilen. Ja, ik ga hem wel een bed cadeau geven. Maar ik dacht van, weet je, ik ga gewoon Raymond aanbieden om bij mij te komen wonen. Oeh, kijk, Omri. Zodra ik hier zit, pikt hij tegenwoordig mijn plek in op de bank. Hij gaat niet meer daar op zijn eigen plek zitten. Nee, pikt mijn plek in. Maar met Raymond had ik iets van, ik kijk wel, ja, met wie die wil ruilen. En toen zei die Boon en ik zat echt zo, ja! Ja, ik ben echt blij. Bianca zegt, met Raymond heb je goud in handen, geloof ik. Vindt hem niet zo, maar hij schijnt te maken hebben. Oh, ik heb geen Amiibo kaart. Dus vandaar dat hij zo populair is. Ja. Ooit mag iemand hem bij mij gewoon gratis komen ophalen hoor. Zolang zijn huiskantoor blijft. Ik ben wel blij dat ik eindelijk een kat op mijn eiland heb. Want het is dus een kat. Ik heb andere katten op mijn lijstje staan die ik liever heb. Alles beter dan Boon, inderdaad. Zo. Hoppatee. Nou spelen we Animal Crossing. Ja, ik ga ook weer, zoals jullie kunnen zien, is er wat veranderd. Ik ga ook weer een eilandtoertje doen. Niets is erger dan Chops. Ik ken Chops niet. Is Chops zo erg? Een volhouden zo. Nou ben ik wel nieuwsgierig. Oké, okay. Annette denkt, ik ga ook spelen. Yay. Oké, okay, zo zie ik er nu uit. Laten we eerst even hierachter gaan kijken. Want hierachter is wat veranderd. Ik weet niet of ik dit al heb laten zien, maar ik heb hier dus een soort van kas. Het plaatje wat ik online zag was meer zo. Maar dat vind ik niet zo mooi. Dus ik heb hem gewoon lekker meer ruimte. Echt zo'n leuk kashoekje. En dan ga ik hier ook nog plantjes en dingetjes neerzetten. En hier. Nou, dan hebben we hier natuurlijk de camping. Dat is nog steeds de camping. Iem. Is Iem er? Nee, hè? Ik zit al 2 weken op tenten te wachten. ja, dan hebben we hier de camping. Ik heb een kampeerder. Ik ben al wezen kijken. Ik neem er niet. Het is Dora. Maar het is een muis. Ik wil geen muis. Kijk. Ze is op zich wel geinig. Maar Boon is al weg. Als Boon er nog had gezeten, had ik het geprobeerd. Maar nee, ik hoef geen muis. Ik heb voor de rest op zich wel leuke fillertjes. Ik heb niet meer echt een fillertje waarvan ik denk, oh, die moet ik nu echt wegwerken. Ja, Papi zou ik nog graag weg willen hebben, want Papi woont in een zelfgemaakt huisje. Maar voor de rest heb ik niet een fillertje waar ik denk van, oh, die moet nu echt, die moet er echt uit. Maar ja, hier komt dus een tentje, dus dan gaat deze slinger gaat dan weg. En hier komt een tentje. En dan kan je dus hier naar achter lopen. Ik wilde hier nog bedenken wat ik hier eventueel zou kunnen neerzetten. Ik weet nog niet zo goed. Maar wat dus nieuw is, is dat ja, je kan hier naar de overkant springen. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat je hier springt. Want hierachter zit nu verborgen ingang met onkruid. Laten we dat even opruimen. En dan kom je dus in het binnenplaatje. En hier woont Cherry. Welke tenten zou je willen? Ik moet even kijken welke kleur ik al had. Ik moet nog 4. Ik heb 4 kleuren. Heb ik al 4 kleuren? Heb ik nog niet. Dus daar. Die zou Iem voor me bestellen. Maar daar wacht ik dus nu al 2 weken op. Ja. Hier is Cherry. Hallo. Ze is zo blij dat ik er ben. Meerte van Stardust. Zo leuk als ze dan. Kijkers. Ook merk wel meteen dat ik met donkerder ben. Nu mijn scherm zwart is. En nou ben ik helemaal licht door dat groene gras. En hier zit dan Maple. En dit binnenplaatje wil ik dus nog helemaal schattig maken. Met bloemetjes, leuke bankjes, lampjes. Ik wacht ook nog op lampjes van Iem. En hier woont dan Maple. Die is nu niet thuis. En eigenlijk was ik van plan om ze helemaal ingegraven te laten. Maar toen kwam ik erachter dat hier dus een stuk steen zit. Dus ik krijg een eigen ja, terrasje aan het water hier. Dus dat ga ik... doen hier. Even kijken hoor. Als we deze kant op gaan. Oeh, gratis steen. Dankjewel. Dan hebben we hier het bos. Die is nog niet klaar. Dan komen hier nog veel meer bomen. Veel meer bloemen. En hier loop je dan zeg maar naar achter. Een stukje strand op.
Zo. Is mijn beeld. Hij is niet al af en toe even scherp, lijkt het. Nou, hier kan je lekker DIY'en. En daar hebben we een mooie vuurtoren op een verhoging. En hier is nog helemaal leeg. Hier had ik eerst huisjes gedumpt. Maar ik moet even kijken wat ik met dit gedeelte ga doen. Ik heb echt nog geen idee. En hier heb ik alle dubbele carnavals items op dit moment gedropt. Want die ga ik in delen op mijn carnavalsmarktje neerzetten. Nou, gaan we hier de brug over. Hebben we hier het winkeltje. En als je dit pad volgt, dan kom je dus weer bij het bruggetje bij mijn eiland uit. Maar hier is een kraampje met twee items. Dan hebben we hier de DIY-markt die ik een keer op stream heb gemaakt. Ik vind het heel geinig om nu te zien, nu de sneeuw weg is, kan je de tegels veel beter zien. Dus heel apart om dat nu te zien. Nou, hebben we hier een leuk watervalletje. Confettimachine. Hier is al een tentje. Deze heb ik al. En ik wil dus nog twee tentjes bij de camping hebben. Maar dus ook met dat kleedje er zo onder. Ik heb er nog een kussentje bij gelegd. Dus daar kan je lekker zitten. En hier wil ik een soort van beachbar gedeelte gaan maken. Dat je echt zo'n beachbar hebt. Met barkrukken en zo. Muziek. En dat je dus ook een tentje hebt dat je kan chillen. Een beetje zo'n festival vibe. Dat wil ik op dit strandje hebben. Nou ja, hier kan je oversteken. En dan kom je ook bij mijn eilandje terecht. Als we deze kant op gaan. Hier is eigenlijk niks meer veranderd. We hebben hier nog steeds gewoon de servicebalie. Die verandert natuurlijk niet van plek. We hebben hier dus de carnavalsmarkt. Dus hier liggen spullen. En op dit moment zijn de spullen op het rode kraampje. Dus carnavals items. Die dus ook echt groot zijn. Dus dat ga ik elke keer per kleur doen. Anders ben ik de draad kwijt. Nu kan ik gewoon elke keer als ik mijn eiland opengooi. Kan ik gewoon zeggen. Ja, spullen op het rode kraampje zijn carnavals items in het rood. Hier hebben we het leuke pleintje. En dan als je die kant op gaat kom je dus bij de servicebalie. En als we deze kant op gaan, wonen hier ook twee... Oeh, die bloem moet daar niet. Zo. Je blokkeert de weg. Het heeft geregend van de week, dus ik moet overal weer als een malle bloem scheppen. Ja, hier hebben we ook een leuk binnenplekje. En hier rechts van Pieken. Die zou ik op zich in de toekomst nog wel willen vervangen voor bijvoorbeeld een Melba. Melba vind ik ook heel leuk. En hier hebben we Julia. En wat ik ook zo leuk vind, wat je dus eerder, dat Bianca zei, ah, oh, twee cuties bij elkaar. Ze zijn, ja, Cherry en Maple zijn natuurlijk allebei beertjes. Maar hun huisje heeft dezelfde vorm. En dat is nu met Julia en Pieken ook. Hun hebben hetzelfde type huisje. Dat vind ik leuk, om die dus bij elkaar te zetten. Dan gaan we hier even bij Julia naar binnen. Kijken of zij een DIY aan het doen is. Van begin van de middag was Whitney het aan het doen. Dus ik weet niet of Whitney... Kijk! Nieuwe DIY. Wat ben je aan het doen? Een drinkkokosnoot. Die heb ik al. Dat weet ik al, ja. Nou, die gaat dus op de kraam. Je mag een van jullie binnenkort komen ophalen. En dan gaan we weer naar buiten. Bianca, dat is zeker leuk. Daar heb ik nooit over nagedacht. Ja, ik ben dan misschien iets te perfectionistisch hierin. maar ja, deze twee huisjes lijken op elkaar. Dan gaan we hier achter de stad in. Kijk, daar hebben we Raymond met zijn tasje. Wacht eens. Oh, jij bent het. Oh jee. Huidverzorging op basis van zand. Verborgen camera's. Oké. Okay. In de stad wilde ik expres huisjes van baksteen. Dus we hebben hier links hebben we Vivian. Die is nu niet thuis, zo te zien. En hier rechts, ook hetzelfde type huisje, hebben we het huisje van Raymond achter de kledingwinkel. Nou, dan hebben we hier dus de kledingmarkt. Die wordt nog groter, want ik ben hier bezig met een bloemenveld. Die ik in een soort van regenboogkleurverloop wil laten maken. En als die klaar is, dan gaat deze rij ook omhoog. En dan wordt het huisje nog één tegel naar links verplaatst. Zodat er nog één tegelmarkt bij komt. Maar ja, hier heb ik dus de kledingmarkt. En als we naar deze kant gaan, hebben we hier de gewone markt met DIY's. Dus dan kan ik meteen de drinkkokosnoot neerleggen. Hoppatee. Die is ook alweer bijna vol. En
En dan hebben we hier op Museumplein ook weer twee huisjes. Die dezelfde, allebei stukhuisjes. Ja, alweer 5 maanden lid van de Pulse familie. Kimp Ulhart, Kimp Ulhart, Kimp Ulhart. Oh, dankjewel, gouden meisje. Ik moet echt wennen aan jouw nieuwe naam, want jij bent Goudtriam, toch? Ja, je mag een kleur kiezen. En 5 maanden alweer, een pulsje. Welkom, ja, Goudtriam. Ja, ik moet even wennen. Ik ben zo gewend aan die naam. Maar welke kleur wil je? Wil je rood, geel, groen, blauw of roze? Blauw, we gaan voor blauw. Komt de eerste vlaggetje met je nieuwe naam. Gouden meisje met een 5. En die gaan we erbij steken. Daar zit je dan. Dankjewel voor je subje. 5e keer alweer. Hartjes in de chat, ja. Gaan we verder met de tour. Nou, hier hebben we dus de gestukte huisjes. Hier woont Whitney nu. En ik wil hier dus nog de bloemen aanpassen op de kleur van haar huisje. En hier woont Fang. Ja, zeker leuk. Ik ben echt blij hoe het aan het worden is. Maar tegelijkertijd denk ik ook, wat nou als ik klaar ben? Wat ga ik dan nog doen? Hallo Fang. Ja, Cherry is bijna jarig. Wanneer? De 17e. Dat is volgende week woensdag. Volgende week woensdag heb ik een feestje. Knauw. Gaan we zo even in de kledingwinkel. Iets voor de kopen. Even kijken. Nou, hier hebben we een museum. En hier hebben we ook de kraam. Zo. En deze bloemen moet ik ook nog aanpassen. Het was de bedoeling dat het 1 rijtje zou worden. Maar het is inmiddels 2 dikke rijen en het is hier uitgestoken. Ja, dus dat ga ik nog een keer aanpassen. Ik ben nog steeds aan het bedenken wat ik dus hier in het midden wil hebben. Misschien een keer een beeld of zo. En hier heb ik mijn bloemenveld waar ik van elke bloem 1 kleur, 1 soort aan het sparen ben. Dat ik straks echt weet, ik heb van alles. Hoe het gaat? Ja, zijn gangetje. We zijn nu lekker met Animal Crossing bezig. Nou ja, oeh. Dikke groene krekel. Nou, we hebben hierachter het strand van Red. En hier is mijn tuincentrum. Als ik bloemen nodig heb. Even vasthouden. Ik heb hem! De bitspringhaan. Mijn gebeden zijn verhoord. Oké, dus dat is eigenlijk een beetje hoe mijn eiland er nu uitziet. Nou zijn we hier. Hop. Hop. Ja, dit gedeelte hier en waar die lelie van dalen staat, dat wil ik dus nog, daar wil ik nog dingen neerzetten. Zodat je niet meer hier springt. Want ik weet dat het hier kan. Maar ik vond het juist hier leuk met zo'n tussenstukje. Dus sorry mensen, maar die andere kant ga ik binnenkort blokkeren. Dat veld wordt maar niet leger, hè. Nou, wel iets. Want het liep eerst tot hier, hè. Waar nu Maples huisje staat. Dus ik ben al een hele zooi kwijt. Oh, mijn lieve heersbeestje. Ja. Ik wil er 3 sparen namelijk. Voor als Flik weer komt. Dan wil ik een lieve heersbeestje bestellen bij hem. Maar deze had eerst 7 rijen. Deze had ook veel meer rijen dan dat het nu heeft. Hier ben ik een rij kwijt. Oh, weer 1. Gaat lekker zo. Maar, en normaal had ik er 1 paadje tussen. Dus ik moet alles nog even opschuiven. Maar het wordt gelukkig wel wat leger. Ik heb ook op een gegeven moment een deel verkocht hoor. Want ik vind het leuk om mijn bloemen aan andere mensen te geven. Maar als op een gegeven moment niemand meer wil, dan denk ik, nou dan verkoop ik het maar. Want anders kon ik echt wel weken wachten voordat ik eindelijk dit stukje voor Maple had kunnen graven. Zo. Het is wel de dag voor de beestjes. Hoppatee, nog 1 erbij. Bianca zegt, ik had dus van bijna alle vlinders die ik kon vangen er 3 gespaard. Was vandaag eindelijk Flikker. Neemt hij er maar 1 per keer aan. Ja, daar kwam ik dus ook achter. 2 keer geleden dat hij er was, had ik dus ook meerdere vlinders. Dus ik denk, nou, ik geef eerst die. En daarna wilde ik weer een vlinder geven. En toen ging hij alleen maar praten over zijn kunst. En dat mijn vlinder wel zou komen. Ik denk, ja, verdorie, ik wil meer. Weer een bloem in de weg.
Jij moet niet hier. Zo. Oh, Annie heeft al bijna alle insecten. Zo. Oh, weer een bloem in de weg. Zo. Ja, ik heb wel al wat in mijn opslag waar ik nog niks mee gedaan heb. Ook moet trouwens even een boom planten. Zo, die eruit. En de nieuwe geldboom erin. Oké. Ja. Ja, aan de ene kant vind ik het ook wel geinig, want dan ik heb ook op bepaalde plekken juist expres veldpad neergelegd en daar bloemen ingezet. Maar in dit geval is het wel irritant, want dan heb je zo'n paadje juist om er te kunnen lopen en dan gaan ze er langs. Dit kan allemaal in de opslag. Die mag ook in de opslag. Ik wil even kijken of we een nieuwe outfit aan kunnen doen. Want ik loop al een paar dagen in deze. Wel een leuk pakje hoor. Mijn boeren, die kan niet. Ik weet het. Mijn leuke boer in de pakje. Ik weet niet wat dat is. Die heb ik gekregen. Kartonnen doos waarvoor je altijd denkt, wat moet ik ermee? Ik vind die serie niet zo leuk. Dat je dus kartonnen dozen hebt met... een kartonnen dozen bed en een kartonnen dozen bank en een kartonnen dozen... Denk ik, wie wil dat? Hoi konijn Evie. Hier is mijn slaapkamer. Is de laatste tijd weinig aan veranderd. Een houten kledingkast. We kunnen even omkleden. Dat is misschien wel leuk. Even alles uit. Die is ook leuk. Ja, het is een beetje een lentese dag, hè. Er zit een trui onder. Het is een mooie lentese dag. Dus we gaan die niet doen. Dan zou ik bijvoorbeeld wel dat schooljasje kunnen doen. Dat is gewoon een shirtje eronder. Die heb ik ook nog in het blauw met paars. Hoi Björn, welkom. Dankjewel, Love the Sims. Kijken of we hier een leuke broek onder hebben. Dit is misschien iets te roze, hè? Dus gaan we nu al voor het korte broek? Nee. Oeh, ik wilde niet omhoog. Dit vind ik ook altijd zo leuk. Of grijs. Laten we grijs doen. Met schoenen. Lager. Kijk, ik heb hem ook in blauw. Ik vind dat zo'n leuk ding, maar het past niet bij deze outfit. Maar ik vind het zo'n leuke hoofddeksel. Ik heb deze uiteraard laatst gekocht. Oh, ik heb twee van die. Dat is vanwege, hoe heet het? St. Patrick's Day, wat ook deze maand is. Het was niet de bedoeling dat ik er twee zou hebben. Oké, kousensokjes. Met... gaan we instappers doen. Op zich wel leuk. Of gaan we hakjes doen? Nee. We gaan wel voor de instappers. Doen we nog iets op ons hoofd? Heb ik eigenlijk iets leuks voor? Kijk, want ik heb wel heel veel winterse dingen. Hè? Allemaal van die muts en zo. Heel veel bijzondere dingen ook. Zo van, yo, hallo, ik ben een Nederlander. De outfit is helemaal perfect. Wat is dat nou weer voor schoenen, die blauwe? Welke blauwe? Blauw, blauw. Blauw. Ik zie heel veel blauw. Ik heb hier laarsjes met pompons. Ik heb hier schattige sneakers. Oh, ik heb ook deze blijkbaar dubbel. Sneakers. Nog meer sneakers. En klassieke bloemschoentjes. Annette zegt, ik zie dingen bij jou die ik nog nooit heb gezien. En Bianca zegt die, maar ik ben al van alles aan het opnoemen. Dus ik weet niet welke je bedoelt met die. Waar ik nu op sta. Klassieke, oh die kan je bij, hoe heet die? Bij Kicks kopen.
Die kan je niet bij de kledingwinkel kopen. Die zit bij Kicks. Dus als hij op je pleintje staat, dan kan je bij hem heb ik hem vandaan. Ook deze balletschoentjes, die heb ik ook bij Kicks vandaan. Dat is ook wel leuk. Nee, maar we gaan voor de instappers. Dat past beter bij de outfit. Maar als ik een beetje kijk naar de hoofddeksels. Ik heb vooral heel veel dingen voor winter. Weet je? Winter, winter, winter of sportief. Maar ja, ik weet niet. Ik ben niet echt voor de sportlook. Of ja, dat had leuk bij die boerenoutfit gepast die ik net had. Dit is dan weer too much. Ik kan altijd nog een clipje ons haar doen. Mooi blauw hartje bij de blauw jasje. Of ben ik een engeltje? Oh. Ja, ik denk dat een blauw speldje leuk is. Ik heb ook nog een sterretje. Of een bloemetje. Oh, dat is ook wel leuk. Dat matcht weer met het shirtje. Vind ik ook wel leuk. Ja, vanwege de lente doen we deze wel. Hoppatee. Oh. We hebben wat. Kijk eens aan. Dat kan ik goed gebruiken. Nou ja, dit is dus mijn slaapkamer. Daar is eigenlijk in mijn huis is er niks veranderd. Ik zou wel deze kamer in het midden willen veranderen. Want deze heb ik begin februari ingericht voor Valentijnsdag. Het is inmiddels Valentijnsdag, is inmiddels al een maand geleden. Hierachter heb ik trouwens mijn keuken. Hoi Meerte, welkom. Hier ben ik echt wel blij mee. Alleen ik vind het nog een beetje rommelig. Ik zou bijvoorbeeld dit rekje met die pannen in een ook wat neutralere kleur willen hebben. Ik weet niet of er losse aardige stukken zijn. Want ik vind die kast wel leuk. Maar ik heb graag ook wat liever losse aardige stukken. Ik weet niet of die vriezer blijft. Want als er straks wat leukers komt. Dan is die vriezer wel een van de eerste dingen die eruit vliegt. Dat kastje daarboven heb ik ook alleen maar hangen. Omdat ik op dit moment niet iets heb wat meer keukenachtig is. Dus die gaat ooit ook weg. Dat keizerlijke wandkastje. Maar ik vind het zeker wel een leuk keuken. Kan je hier even lekker een kopje koffie drinken of zo. En dan kan je hier lekker koken. Gebeurt er ook wat? Geen idee. Kan de kraan aan? Zou het goed van staan? Nee. De magnetron doet het wel. Kijk. De vriezer. Ja, mijn kelder heb ik op dit moment nog helemaal leeg. Want het is nu mijn knollenkelder. En dit aanrecht die heb ik van Iem gekregen. Maar ik weet niet hoe je daar anders aan komt. Of het een serie is van DIY's. Of dat het een item is. Ja, dat kastje doet je inderdaad denken aan sneeuwpret. Nou, ik heb hier op zich al een koelkast met vriezer eronder. Oh, hij kan open! Dat wist ik niet. Oké, je kan je dus omkleden in de koelkast. Wat is dit voor een spel? Ja, ik bewaar ook altijd mijn schoenen en mijn ondergoed en mijn sokken in de koelkast. Dat doet iedereen toch? Oké, wat doet de vriezer dan? Nee. Nee. Wat is dit voor een vreemd spel? Oké, doet de koffiezetautomaat het? Oh, die doet het ook. Er is alleen geen koffie, maar leuk dat hij doet. Oké, nou. Doet de kraan het? Nee. Doet het fornuis het? Nee, dat is dan weer jammer. Maar wel een beetje dopper naar die koelkast en die vriezer. Oké. Hoi Jesse, welkom. Hier is het zijn gangetje. We zijn even gekke dingen van Animal Crossing aan het ontdekken. Nou, hier heb ik mijn badkamer. Lust je geen koffie? Nee. Ze zeggen dat je koffie moet leren drinken. Net als bier. Ik ben niet zo'n persoon. Ik lust het of ik lust het niet. Ik ga het niet leren drinken. Nou, ik heb hier een bad en een douche. Een strijkplank. Wasrekje. Een wasbak, lichtknopje. Ja, hier wil ik uiteindelijk ook nog wat meer in eenheid. Want ik vind het niet bij elkaar matchen tot nu toe. Maar ik ben tot nu toe nog geen spullen tegengekomen waarvan ik denk... Oh, dat is een leuke aanvulling of een vervanger.
Ja, zoete wijn lust ik, zoete wit. Maar hele droge, dat lust ik niet. Nou, wat lust Kim Puls? Krijg ik zo, lust je dit? Lust je dat? Oké, omhoog. Boven heb ik mijn woonkamer en mijn eetkamer. Ah, Annette heeft zo'nzelfde waspak, alleen dan in het wit. Ja, hier heb ik dus de woonkamer. Met de kattenkrabpaal. En hier kan je lekker zitten, puzzelen. Hier heb ik een haartje en een eettafel. Ik wil uiteindelijk wel een andere tafel. En wat je niet ziet, maar als je omdraait. Hebben we daar een tv? Ik heb inmiddels een grotere in mijn opslag. Dus ik moet even kijken of ik een leuk dingetje heb. Een plankje of een kastje of zo. Wat ik daar op de grond kan neerzetten. Zodat die tv erbij kan staan. En dat deze tv dan weg kan. Of misschien in mijn slaapkamer. En ik heb hier, dit vind ik ook heel leuk. Een intercom. Omdat, ja, ik zit natuurlijk boven. Hoi Meike. Dus, als dan iemand zou aanbellen, dan kan je gewoon zo... Joejoe, kom maar binnen. Oh, Joyce heeft een pannenset in roestvrij staal. Oh, Björn is benieuwd wat ik wel en niet lust. Nou, beneden is op dit moment kaal. Want ik dacht eigenlijk van... Nou, ik heb genoeg geld. Ik ga niet meer aan de knollen. Totdat ik dus zag... even kijken hoor of ik hem zo snel zou kunnen vinden. Knollen. Hier, knollenwinst. Ik zag dat ik dus nog 1 stempel te verdienen heb. Toen dacht ik, nou ga ik toch maar weer knollen kopen. Maar als dat dan klaar is, dan wil ik hier, omdat ik natuurlijk zelf stream en aan YouTube bezig ben, zou ik hier wel een stream setup willen maken aan in ieder geval 1 kant. En wat ik dan aan de andere kant doe, weet ik nog niet. Of ik dat de opslagruimte ga maken of geen idee. Logeerruimte, ik weet het niet. Maar dan wordt het een streamhok. Een YouTube streamhok. Oh, dat is wel lief, Joyce. Zijn wij vrienden? Volgens mij zijn wij vrienden. Annette is online. Ja, wij zijn vrienden. Dus dat is nu de binnenkant van mijn huisje. Maar laten we dit dan maar meteen omgooien. Oh, dit gaat allemaal niet passen. Even bloemen omlaag. Zo. Weg. Wat voor thema gaan we doen? Gaan we lente als thema? Heb ik spullen voor de lente? Plant weg. Die muziek hou ik even, maar misschien dat ik hem vervang voor een andere cd-speler zometeen. Hangt er nog iets aan de andere kant? Nee, ik vind het wel leuk behangen, dat goud dat glinstert. Die knop. Even kijken, wat is leuk? Ik heb hier bloemetjes. Ik heb hier bloemetjes. Deze vind ik ook wel leuk. Laat ik die eens proberen. Ik vind hem wel leuk, maar ik vind hem niet lente. Die mag alvast in de opslag. Ja, we kunnen die proberen, maar dat paarse maakt het wat cooler, denk ik. Ik zou ook nog even in de winkel kunnen kijken wat ze verkopen vandaag. Voor de rest zie ik niet iets waarvan ik denk, oh leuk, lente. Mijn eiland heeft 5 sterren. Dit had ik meer voor Valentijn ook kunnen gebruiken, maar ik was toen expres voor die andere gegaan. Omdat het toen nog sneeuwde op onze eilanden. Dus toen vond ik dat blauwe met die gouden hartjes leuker. Maar dit vind ik meer een romantisch thema dan Valentijn. Of dan lente. Dan hebben we deze is ook wel schattig. En wat hebben we hier? Ja, ik vind deze wel leuk, maar ik heb hem ook al in mijn slaapkamer. Zullen we voor die andere gaan voorlopig? Ik doe die even in de opslag. Is er een mod die een poll zou... Wacht, we gaan eerst wel even naar de winkel. Voordat we een poll beginnen.
Even kijken of er nog andere behangetjes zijn waarvan we denken, oeh, die is leuk. Oeh, post. Is dat de post? Ja, dat heb je snel gedaan, Joyce. Dankjewel. Wil je er nog iets voor terug? Die gaan we zo ophangen. Oké. Okay. Hier met het tussenpaadje. Die ik eigenlijk ook nog af moet maken. Ah, jij zet net 3 sterren. Oh, je mag gaan terraformen. Ja, ik speel nu sinds 4 december. Maar ik moet ook zeggen dat ik sinds 14 december niet meer werk. Vanwege de lockdown. Dus ik speel bijna elke dag. En dan gaat het natuurlijk hard. Bam. Oh, deze. Laten we die ook even kopen. Of gewoon simpel groen en het dan zelf aankleden zou ook nog kunnen. En deze vind ik ook heel leuk, maar die vind ik te donker. En lente is juist licht en helder, dus ik ga niet voor deze, maar ik vind hem wel heel tof. En dan hebben we nog een passende vloer. Niet wat ik... Deze heb ik nog niet, maar ik heb hem in een andere kleur. Oké, okay. Terug naar ons huisje. Rot op, stalkers. Zo irritant dat ze allebei achter je aankomen rennen. En ik denk, blijf gewoon op je plek staan. Oké. Okay. Niet de bloemenstuk lopen. Vivian is aan het sporten. De eerste keer dat ik zo'n beest op mijn eiland zag, ik schrok me rot. Hè. Ik dacht eerst dat er dus weer zo'n spin op mijn eiland rondliep. Die scheidspinnen, zijn we er al bijna van af? Ik weet dat er ook dat als die spin weg is, dat er dan een schorpioen voor in de plaats komt. Maar ik ben dus bang voor spinnen. Dus ik heb liever schorpioen dan een spin. Valt onder insecten. Hoe lang nog? Nog 1,5 maand. Oké, dan zijn we er vanaf. Wat zijn jullie allemaal dingen aan het opsturen? Oké. Moet jij er iets voor hebben, Annette? Dank jullie wel, zo lief. Oké. Nou, gaan we in de midden. Wat een ruimte heeft zo'n kamer opeens als er niks in staat. Alleen geen moeite ruimtekaartje te schrijven. Even kijken hoor, dat is die, hè. Dat was die knop. En dan... Dit heb ik al een tijdje niet meer gedaan, dus dit moet ik even zoeken. Die. Bergen, zo. Oké, waar ben ik? Daar ben ik. Aan de muur hangen. Oh, thanks, deze vind ik veel beter. Dat past veel beter bij de sfeer van de keuken. Dankjewel, Joyce. Heel fijn. Dat andere was met dat rood en dat geel iets te kleurrijk. Oké, dan de badkamer. Gaan we kijken naar de wasbak. Hier plaatsen. Oh ja, dat is wel heel wit. Dat vind ik dus lastig, want ik weet nog niet zo goed welke stijl ik wil met de badkamer. Dus we doen even... En zo... Hoppa, dubbele wasbak. Fancy huis hier al. Waar is mijn prullenbak? Zo. Ja, ik weet nog niet... want ik vind die muur vind ik heel tof. Ik heb er nog niet echt een vloer bij gevonden waarvan ik denk... Oh, dat past er heel leuk bij. Maar dat hele wellness vibe zou ik wel heel leuk vinden om te hebben. Dus ik weet nog niet of ik neig naar dan die muur. En dan kijken of er dingen bestaan die me echt die wellness vibe geven.
En dan zou ik dus inderdaad meer voor het hout gaan. Of dat ik toch uiteindelijk meer een moderne hoek op wil gaan met deze badkuip en deze douchegel. En dat ik dan voor die witte zou gaan. Dus ik laat ze nu wel even allebei staan. Maar tik ze dan net. En dan heb ik keuzes. En dan gaan we nu naar die kamer. De tot nu toe nog lege kamer. Even kijken hoor. Dit mag even allemaal in de opslag. Want anders weet ik straks niet meer wat is als ik dingen uit de opslag ga halen voor de kamer. Lavalamp weg. Picknick zit weg. Die weg. En de bank. Oké, we hebben dus dit behang. Dat vind ik een optie. Dan hebben we in het roze. Oh, die is wel heftig. Kijk mijn hele licht. Mijn hele gezicht. Helemaal verkleurd door dat scherm. Nee, die doen we niet. Dus die gaat in de opslag. Oh, dat was niet de bedoeling. Dan zit hij helemaal daar. In de opslag. Oké, dus blauw is een optie. Dan hebben we de rode, deze. Die we dus in het begin ook zagen. En we hebben de groene. Dat we hem dus zelf gaan aankleden met dingetjes aan de muur. Dus is er een mod die een keuzesreus? Is er een mod die een poll kan maken? Ik weet niet of er nog een modreet aanwezig is, anders doe ik hem zelf. Ik kan ze niet alle drie tegelijk laten zien. Dus deze is makkelijk om te onthouden. Dit is gewoon groen met een witte lampisering. Dan hebben we dus de rode veelgraanwand. Dat is dus deze. Een beetje. Ja, het geeft me een beetje een getekende, frisse ja, tekenstijl. Geeft me ook een beetje de HEMA vibes of zo, deze. Dit is iets wat je op een dekbed zou kunnen zien of op een schriftje. En we hebben de blauwe. Ik laat deze wel even zien, want die is het lastigst denk ik om te onthouden. En dan maak ik wel even een polletje. Dus, / poll. Welk behang wordt het de blauwe? Wordt het de rode? Of wordt het de groene? Je mag een minuut de tijd om te gaan stemmen. Oh, dit is vet. Het wordt ook echt donkerder in je huis als je dit doet. Dus hoe kijk ik ondertussen alvast een muziekje uit die bij de lente past. Even kijken. Dat vind ik echt stads, meer zomer. Dat vind ik meer stappen. Die vind ik wel passen. Nee. Nee. Deze is te schattig. We gaan voor de rode, zo te zien. Nee. Deze hadden we net, dus we gaan nu wat anders doen. Nou twijfel ik. Nee, dit is meer denk ik zomer. We doen wel bubbelkom. Dat is wel leuk. Oké. Oh. En dan gaan we voor de rode. Die heeft gewonnen in de pool. Dus die gaat in de opslag. En die gaat in de opslag. Oké. Dat is de verkeerde knop. Een vloer. Een witte bakstenen vloer lijkt me wel leuk. Die is te badkamerachtig. Deze is ook leuk, maar ik denk dat die niet past. Die is wel leuk. Dit is zwart. Oeh, dit wordt nog een dingetje. Een vloer kiezen. Ik heb meer vloeren nodig. Volgende keer als ik Savannah tegenkom... Nee, Sahara. Ik noem me elke keer Savannah.
Volgende keer als ik Sahara tegenkom, dan ga ik voor een vloer in plaats van een muur. Ja, het is meer niet te gezellig, hè? Ik ben bang dat dit te druk is. Omdat je dus een muur hebt met patronen en dan ook nog eens een vloer met patronen. En dit past ook niet eigenlijk. Oh jongens. En als ik dus gewoon voor die vloer die we al hadden. Ik vind hem zo donker, zo bruinig. Misschien dan toch maar de witte bakstenenvloer? Die wordt het in ieder geval niet. Ik twijfel over die, maar ik denk niet. Ja, we kunnen het altijd met kleedjes nog schattig maken natuurlijk. Maar ik heb meer vloeren nodig, zie ik. Ik kan ook nog voor een parketvloertje gaan. Ja, deze is schattig, maar die is dus ook heel erg badkamerachtig. Deze. Vind ik, ja. Ik vind meer keuken of badkamer. Wat vinden jullie ervan? En het zijn ook meer ander soort bloemen dan wat je op de muur ziet, hè. Dus dan twijfel ik daar weer mee. En we hebben er gewoon het... Oh nee, dit is te heftig. En die andere... Annette vindt hem er op zich wel leuk bij staan. Oké, deze doen we wel weg. Nou, zullen we dan nog een polletje doen? Oftewel, de streamer kan niet kiezen, jongens. Oké. Vloer. Welke vloer? Gaan we voor deze vloer die er nu ligt? Dus, wat is dit? Laminaat, noem ik het maar even. Dan hebben we dat witte gebloemde. Of witte... steen. Ik laat weer een polletje lopen. Dus dit is dat laminaatvloer waar je voor zou kunnen kiezen. Dat vind ik nog wel een optie. Dan hebben we dus de zesbladerige bloemvloer. Dat is dus deze. En daar zit dus wit in. Geel, roze, blauw. Groenig. Soort van groenig. En we hebben de witte bakstenenvloer. Dus die kan ik ook nog neerleggen. Dus laat maar weten waarvan jullie zeggen doe die vloer maar. Ik hoop eigenlijk dat deze welkommatten ook nog in andere kleuren komen. Want ik heb hem nu alleen in blauw. Oeh, hier hebben we een rolgordijntje. Gaat hij aan de andere kant dan ook dicht als ik hem hier dicht doe? Doe eens dicht. Oh nee, dan blijft hij open. Oeh, dat is leuk. Kim zit even te spelen met nutteloze Animal Crossing features. Oh, Annette vond die laatste vloer leuker. Even kijken. Laminaat heeft gewonnen. Zo, Evie heeft punten ingezet. Dat is dus deze. Oké, dan gaan we die in de opslag doen. En dan gaan we die in de opslag doen. Doei! En dan gaan we kijken wat voor leuke spulletjes we hebben. Ten eerste. Lente. Ik vind, omdat we hebben deze met Valentijn ook al gebruikt. Maar hij is roze. Dat past bij de lente. Ik kan ook voor zo'n schattige stoel gaan. Ja, wat voor items zou ik eigenlijk willen neerzetten? Gaan we voor een leuk bankje? Of gaan we voor... Kim heeft al 5 sterren kop thee. Ik wist al dat je de gordijnen dicht kon doen. Maar ik vond het even leuk om ermee te spelen. een cacaoboom. Waarom ook niet? Ik wil even geen gatenplantboom dit keer. Lente. Wat is leuk voor de lente? Ik heb heel veel carnavalsdingen. Hebben jullie ook nog hebben dingetjes? Maar dat is meer dingen die je ergens op kan zetten. Ja, zou ik de muziek willen veranderen? Ik vind op zich dat ding wat er nu staat, vind ik op zich wel goed. Ik heb weinig lente vibes, merk ik. Hier, laten we de hamster neerzetten. En
een confetti ding. Laten we dat confetti ding neerzetten. Heb ik de treinset met... Ik heb twee treinsets, maar je kan niet zien welk seizoen het is, hè? Oh, deze heeft roze. We gaan voor de roze. Oh. Doen we hier die bank alweer? Ook al stond hij daar de vorige keer ook, maakt niet uit. Bank, hoek, bank, hoek, bank. Zo. Kan je daar zitten naar de treintjes kijken? En doen we hier die plat. Daar, plat. Nou, kijk, we hebben één hoekje al helemaal leuk ingericht. dan heb ik een stoel nog in de zak. We hebben de hamsterkooi en de confettimachine. Zal ik die hier neerzetten? Kijk! Wacht, ik heb een idee. Ziet het er lelijk uit als ik dat ding hier neerzet? Ja, dat ziet er wel gek uit. Maar als ik hem hier neerzet, dan halen we die plant daar weg. En dan zetten we dat ding daar neer. Dat is misschien wat logischer. Dan ga je wel elke keer feestelijk de keuken in. Of feestelijk hier zitten. Met de confetti. Oké, waar laten we dan die plant? Zullen we die plant dan in deze hoek zetten? Met de stoel ernaast. Niet zo ver. Weet je wat ik jammer vind? Dat je in dit gangetje dus niks kan neerzetten. Ook boven, zeg maar. Zit je lekker te chillen op de bak en krijg je constant van confetti in je gezicht. Leuk toch? Hoi Woutjex. Oh, oké, we hebben die hamsterkooi, die moet ergens op staan. Dus we hebben een tafeltje nodig. We hebben alleen maar van die... Ja, op zich kan die nog wel. We hebben het klaptafeltje, maar dat is niet echt... Nou, er staan wel bloemetjes op. Nee, eerste tafel. Past die daarop eigenlijk? Zo. Hier plaatsen. Nou, enig. Je ziet niks meer van die bloemen. Maar de hamster is er hoor. we kunnen nog even kijken naar... Weer die verkeerde knop. Ik druk de hele tijd op de telefoon, hè, als je dan binnen bent... En denkt van, ik wil naar mijn opslag. Deze, we gaan het wolkendingetje doen. Deze is ook wel leuk, want het doet me een beetje denken aan picknicken. Maar ik vind die wolken wel leuk. Ja. Zullen we die dan hierbij leggen? Ach, leg dat ding is gewoon goed neer, joh. Klaar verkleedje. Ja, die is nieuw. Die kan je dus kopen bij, hoe heet het? Bij die servicebalie. Met, zeg maar, die speciale artikelen. Want het is vanwege... Ik ben de naam kwijt. St. Patrick's Day. Dat is ergens deze maand. Dus je hebt het klavertapijt heb je. Je hebt bij Abel's heb je dan dat klaverpakje. En die zonnebril heb je. Dus daar heb ik hem vandaan. Ik heb ook drinken besteld. Heb ik dit al? Of moet die nog bezorgd worden? Ik speel zoveel dat ik het tegenwoordig niet meer weet. Oh, die ster is misschien ook wel leuk om te gebruiken nu. Wat hebben we hier verder nog? Ik denk dat het qua lente voor de rest een beetje op is. Met wat ik nog zou kunnen neerzetten. Oeh, bloemetjes.
Ja. Geurstokje. Maar dan heb ik toch een ander tafeltje nodig, denk ik, dan. En een bloesemlamp. Als ik zo verder kijk. En de pietaart. Oh, dingen voor aan de muur. Hebben we iets wat zegt, jee, lente, nee. Wat is dit? Een speelgoed griezel spiegel. Oké. Okay. Boutje, je zit in mijn Discord server. Lees even het kanaal tickets in mijn Discord server. Nou, ik denk dat als ik een beetje kijk wat ik hier allemaal zie, dat ik het meestal heb gebruikt. Ik denk dat ik toch deze weer ga terugpakken. En dat we die hamster daarop gaan zetten. Hoe leuk dit ook is. Kleedje moet ook even weg dan. Nee. En daar doen we dan de taart op, want dat is over 2 dagen al. Pie day. En geurstokjes. En dan doen we... ga eens goed staan. Hier het tafeltje. Met de hamster. Mag je lekker naar buiten kijken. En wat heb ik nog meer? Ik heb de bloesemlamp. Die mag dan hier in de hoek. Oh, die is kleiner dan ik had verwacht. Ik denk die komt net zo groot als mijn poppetje. Ik had zeg maar een staande lamp verwacht die een stukje hoger was. Maar het is kleiner dan ik had verwacht. Dan hebben we nog de mini vijver. Die kan er wel leuk naast dan. Zo. En als we nou hier achter die ster doen. Dat is een beetje gek, hè, daarachter. Als we nou die een stukje voren op doen. Ja, hier kan ik dan niet tegen. Dan is het niet symmetrisch. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan hem hier plaatsen. Ik wilde de ster dat je hem mooi kan zien als je van voren binnenkomt. Maar hij draait rond, dus het maakt daar geen reet uit. En dan kan je dit doen. Je hoort alleen die andere muziek er doorheen. Maar oké. Okay. Nou, ik denk dat we wel een leuke lentekamer zo hebben. Ik ga dan toch die ene telefoon nog even pakken. Want we hebben helemaal niks voor aan de muur. Dan weet ik wel dat ik de komende maand, als ik dan elke keer in die winkel ben, elke keer kan kijken of ze iets leuks hebben voor aan de muur. Wat echt een beetje de lente-vibe verspreidt. Maar dan doen we hier wel die telefoon. Dat is wel heel hoog. Plusje. Zo. Dan staat die stoel daar ook met een reden. Dan kan je daar dus zitten en bellen. Doei Mirte. Werk ze. Oh, mijn wolkenkleedje. Waar ga ik die dan nu laten? Ja. Toch weer hier. Even kijken. Ik weet het niet. Wacht, ik ga hem even pakken weer. Want ik weet niet hoe ik hem moet draaien in dat ding. Pak hem maar. Ja. Dan gaan we gewoon voor de muziekspeler neerzetten. Ik denk dat het ook wel leuk is. Of, weet je, voor 1 maand. Jij weg. Wordt dit een soort van welkomstkleedje. En hij staat scheef. Zo.
Ja. A is draaien. Ah, oké. Okay. Nou, ik denk dat we een leuke nieuwe themakamer hebben nu voor de lente. Lekker schattig. Met een taart voor Pi Day, want het is overmorgen. We hebben een hamstertje erbij, want in de lente worden vaak diertjes geboren. We hebben hier lekker confetti. We hebben een treintje in de lentesfeer. We hebben een leuke ster. Helemaal top. Oké, okay. Gaan we naar buiten. Er is namelijk nog iets wat ik sowieso wil doen op stream. Mijn eiland heeft namelijk nog geen muziekje. Even de sluiproute nemen. Zo. Ik dacht, misschien kunnen we dat nu gaan doen, het muziekje. Gaan we een keer Isabella lastigvallen. Ik ben de hele week Tom Doek bezig lastigvallen om telkens villagers van plek te laten verhuizen. Even kijken. Een eiland niet veranderen. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb ook nog steeds mijn eilandvlag niet veranderd. Oké, okay, nou ga ik wel heel even de capture card wat harder zetten voor jullie. Zo. Oké. Ik wil veranderen in That's Right. That's right. Oh, kak. Oh, zo, oké. Okay. Ik heb het door, jongens. Als ik eerst waar is Sol? Daar. That's right, that's right. This. That's right, that's right, that's right, that's right. Ik heb er drie nodig genoeg. Dan moet die uit. Wat doet dat streepje? Ik hoor niks. Wat lach je? Streepjes rust. Wat betekent rust? Oh, dat maakt je hem langer. Oké, even kijken hoor of dit klinkt. That's right, that's right. Ik heb geen idee wat de noten daarvan zijn hoor. Ik kan ook niet noot lezen. Alleen het is that's right, that's right. En dan that's right, that's right, that's right. Die laatste drie zijn sneller. Dus dan zouden ze eigenlijk naar elkaar moeten. Dit klinkt niet. Ik wil dat steepjes proberen. Hoe klinkt dit? Oeh. Oké. Okay. Die laatste drie moeten zonder een ding ertussen. En zo. Oh, oh, oh. Omhoog. En dan moet ik dit weg, hè? Ja. That's right. That's right. Oh, de eerste, that's right. Is hoger dan de tweede, that's right. Je hebt that's right, that's right. Dus als we die sol hoger gooien. Of die misschien lager, dat kan ook. Oh, hij komt al in de buurt. That's right, that's right. That's right, that's right, that's right. Die laatste drie moeten sowieso hetzelfde zijn.
En die eerste en die tweede, er zit een verschil in. Dus that's right. That's right. That's right, that's right, that's right. Ik zit alleen te twijfelen tussen die tweede en die combinatie van de drie die daarna volgen. Of die even, of die hetzelfde moeten zijn. That's right. That's right. That's right, that's right, that's right, that's right, that's right. Hij gaat te snel, hè, hier. Oh, kak. Oh, nou ben ik er niet meer. Hier. Ik denk dat daar een gat tussen moet. Dus we gaan deze op sol zetten. Dit is een te leuk spelletje, dit. Sol. Re. Stil. That's right. That's right. That's... Ja, daar moet ook een gat tussen. Ik ben trots op mezelf. Ik kan geen noten lezen. En het klinkt... als... Ja, het klinkt alsof het klopt. Oké, nog een keer. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. Ik twijfel alleen. Moet deze sol allemaal hetzelfde blijven met deze sol? That's right. That's right. Wacht. Goudriam. Gouden meisje. Ik speel hem even opnieuw af. That's right. That's right. That's right, that's right, that's right. Oh. Ja, alweer 5 maanden lid van de Pulse familie. Kimp Ulhart, Kimp Ulhart, Kimp Ulhart. Deze moet eentje hoger. That's right, that's right, that's right, that's right, that's right. That's right, that's right, that's right, that's right, that's right. Is dit hem? That's right, that's right. That's right, that's right, that's right. La 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 la. Nog één keer. That's right, that's right. That's right, that's right, that's right. Ja, ja, alweer 5 maanden lid van de Pulse familie. Kimp Ulhart, Kimp Ulhart, Kimp Ulhart. Ik denk dat we hem hebben. En Jesse zegt, als je op Pinterest kijkt, zie je nummers in ABC-versie. Dus dan moet je het goed op de kleuren letten. Ja, het punt is dit nummer... vind je nergens. Het staat maar op 1 YouTube-kanaal. En het is in de het is geen popliedje wat in de top 40 staat of iets. Het is gewoon een liedje wat de Sims dus gebruikt heeft voor hun uitgebreid breien trailer. Maar ja, dus die ga ik niet kunnen vinden hoor. Op Pinterest. Ik heb het idee dat dit hem is. Ik twijfel alleen over of ik deze misschien sol. Wat komt hier? Fa. Oké. Wat vinden we beter? Deze versie? That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. Of toch met la. bedoel je dan alles op la of alles op sol? Deze? Zoals die nu is. Oké, gaan we. Kijken of ik tegelijkertijd kan klikken. That's right, that's right. That's right, that's right, that's right. Ja, ja, alweer 5 maanden lid van de Pulse familie. Kimp Ulhart, Kimp Ulhart, Kimp Ulhart. Ja, Sup, je wordt wel uitgebreid gevierd, gouden meisje. Ja, dat is de bedoeling. Luister maar. That's right, that's right. That's right, that's right, that's right. Ja, ja, alweer 5 maanden lid van de Pulse familie. Kimp Ulhart, Kimp Ulhart, Kimp Ulhart. Je hebt zeg maar, that's right... That's right. Dus die tweede, that's right.
moet de right wat lager. Dus vandaar dat het la sol is en niet la la. Het is niet that's right, that's right. Het is that's right, that's right. Dus vandaar die re la, re sol. Re la, re la, re la. Oké. Okay. Ik denk dat dit hem gewoon is. We gaan het gewoon doen. Oké, okay, klaar. Oh, vet leuk. Nou, is dus elke keer als dus mensen naar mijn weggaan van mijn eiland of zo, dan gaan ze dat liedje dus horen. Oké, okay, even kijken. De eilandvlag is ook niet veranderd. Het onderwerp is gedateerd. Ik heb er nog nooit wat mee gedaan. Oké, okay, ik ga niet baksteen of zo op mijn eilandvlag neerzetten. Alles is in orde. Oh, ik zal hem weer wat zachter zetten, want jullie horen het natuurlijk weer hard. Leuk feitje, de hoge en de lage do zijn beide een C. Dat zegt mij niks. Ik kan geen noten lezen. Ik snap muziek niet. Ik heb daar nooit les in gehad. Dus leuk zo'n feitje, maar ik weet niet wat dat betekent. Voor mij is een C de derde letter in het alfabet. Hoeveel krijg je hiervoor? 500. Ik ben nu een neuriënde muzikant. Die kan ik pakken. Voor mijn paspoort. Oké, we gaan eruit. Ja, ik kan het altijd nog veranderen. Ik vind hem echt, ik vind het leuk. Ik heb natuurlijk wel eens mensen hun eilandliedjes gehoord. En dan dacht ik, oh, wat ga ik zelf doen? En toen bedacht ik me opeens, oh, that's right. Oké. Okay. Je staat in de weg, je staat in de weg. Oh, ik moest nog een cadeautje kopen voor... Cherry. Cherry is bijna jarig. Wat gaan we kopen voor Cherry? Ja, ik vind het leuk om ze dan een leuk hoedje of een leuke bril te geven. Maar de keuzes zijn nou niet echt dat je zegt... Ja, leuk! Ik kan er deze wel geven. Ze is zelf een beetje rood-rozig. Dus we gaan die wel voor de kopen. Ik wil hem niet zelf dragen. Krijgen ze die van de volgende week. Of ik moet van de week nog iets leukers tegenkomen. Maar dan heb ik in ieder geval een cadeautje. Oké. Okay. Het oop gebruiken. Bling. Zo. Hart. Oh, nee, kak. Oeh. Ja, vinden we daar echt een hart waarvan ik zeg, hé, hey, dat was leuk. Op een vlag. Love. Is wel met paars. Ik heb geen idee. Doet, doet, doet.
Hoe moet dit een hart voorstellen? Oh, wacht. Dit is een linkerbovenkant. Dit is een rechterbovenkant. Dit is een zijkant. Waar die andere kant gebleven is, geen idee. Jeetje, Mina. Ah, dit is pas pagina 9 van 100. Heeft Pinky een Kim Puls hart gemaakt? Serieus? Ga ik echt iets vinden als ik nu mijn naam hierin typ? Nee. Oké. Ik dacht, het zou wel heel... Zo'n grote streamer ben ik nou ook weer niet. Oh. Wat nou als... Oeh, hallo. Ik was nog niet klaar. Wat nou als ik alleen Puls doe? Dat is namelijk hartslag in het Engels, dus... Oh, onder de naam Pulshart. Oh, ik heb nu wel Puls ingetypt. Misschien kom ik hem tegen. Dit is geen Pulshart, maar is wel heel mooi. Die kunnen we wel even opslaan, voor de zekerheid. Ik heb niet zoveel vakjes meer. Ik heb er nog maar 3. Dat is echt sneu. Ik wil... Nintendo, geef me meer vakjes. Oh, dit is een gewone Puls. Ik vind het knap hoor. Ik zou dit niet kunnen... Ik weet niet hoe ik hier een Puls in moet zien. Ik heb hier ook een Puls. Maar dit doet me heel erg denken aan Pepsi Cola. Zie je dat? Heb je dat ook niet? Nee, oké, Pulshart zei je. Pulshart. Zo. Kijken of we hem kunnen vinden. Oeh. Die gaan we opslaan. Zo. Je ziet wel hoe lastig het is om dat na te maken. Omdat het is natuurlijk... Het zijn natuurlijk... Echt van die strakke lijnen. Maar is dat überhaupt mogelijk hierin? Want je moet hier natuurlijk met pixels werken. En dan ben je dus met van die hokjes. Ah, Jesse vindt het jammer dat hij van zijn hartjes 5 geen waterval kan maken. Want nu lijkt zeg maar... Ik vind het heel knap dat dit gemaakt is hoor. Maar de onderkant lijkt nu net alsof het zeg maar zo'n verfdruppel zeg maar naar beneden drupt. Ik kan het niet met mijn muis laten zien. Maar de onderste puls zeg maar... Lijkt alsof hij nu recht naar beneden gaat in plaats van schuin. En alsof het zo'n verfdruppel is. Maar ik vind het sowieso al knap. En dat Pinky dat gewoon heeft gemaakt. Misschien dat ik het ooit een keer ga proberen. Maar ja, ik ben hier klaar. We gaan even kijken hoe ze erbij... Gaan ze aan de kant of zo? Heb ik een lekker ingewikkeld logo bedacht. De zon is echt onderaan te gaan. Oké. Ik kan altijd ook nog iets met een kat doen. Aangezien ik natuurlijk mijn eiland naar Ruby heb vernoemd. Zou ik ook altijd nog iets met een... Maar het lijkt me alleen maar lastig om een kat na te maken dan een Puls trouwens. Oké, eilandvlag. Oh, ik hoorde mijn deuntje. Even kijken. We gaan eerst die van Pinky proberen. Ik wil toch wel even weten hoe die eruit ziet op een... Zo, zij is enthousiast. Ik wil eerst die van Pinky proberen. Want ik ben wel benieuwd hoe die eruit ziet op een vlag. Maar ja, het is gewoon lastig vanwege die Puls natuurlijk. En ik heb weer nogmaals. Hoi. Ik vind het wel echt heel tof dat hij het geprobeerd heeft.
Maar het is zo jammer dat die puls... Ja, ik weet niet of dat mogelijk is hoor. Het lijkt me heel lastig om na te maken. Omdat het ook best wel klein is. Even kijken, ik had iets op mijn telefoon. Waar ben je, waar ben je? Geef mij nogmaals. Ja. Hoppatee. Kijk, op dezelfde dag ook nog. Geen idee. Dat moet je aan Binky vragen. Binky is er nu niet eens. Ik wil die andere ook even proberen. Zo leuk. Eilandvlag veranderen. Al geef je een vlag met maar één pixeltje erop, volgens mij vindt ze het dan nog leuk. Nee, alles is in orde. Je zit met de pixels en dat is gewoon heel lastig. Ja, ik vraag me af. Stel dat ik mijn vlag emote in een bepaald programmaatje kan droppen. Dat ik precies kan zien waar ik welke pixel zou moeten neerzetten. Of het dan mogelijk is. Trouwens ook even mijn noekmaal uitprinten. Ik heb met mijn laatste keer hunten, toen ik Bangle kreeg, echt bijna al mijn tickets opgemaakt. Dus nu elke keer als ik genoeg heb, print ik er één uit. In plaats van dat ik uren bij het ding zit om een stuk of 20, 30 van die dingen uit te printen, doe ik elke keer eentje. Als ik toch al hier ben. Zo. Nee, ik ben klaar. Dat kan via internet. Oh, dan zou ik het een keer kunnen proberen om mijn hartjes-emote daarin te knallen. En dan kijken of ik dat kan namaken. Ja, dit is hem eigenlijk ook net niet helemaal. Maar deze is wel strakker. Kijken of we nog iets leuks hebben met de katten. Ik denk niet dat er een kat in zit die op Ruby lijkt. Dat zou wel maal tof zijn. Of een kattenpo... Oh, wacht. Vooral doorkletsen de verkeerde kant lopen, Kim. Vooral doorkletsen de verkeerde kant lopen. Oh, Maple is aan het shoppen. Oké, we gaan nog één keer kijken. Ik wil zeker verbinding maken. Komt u maar door. Oeh, Annette heeft een site gevonden. Ja, drop hem maar hier in de chat. Drop hem ook maar in mijn Discord trouwens. Dan heb ik er nog wat aan. Oké. Okay. Cat. Wat is het idee achter die pan-emote? Daar heb ik een filmpje van op mijn Twitch. De eerste keer dat ik die pan-emote had, toen heb ik het uitgelegd. En dat heb ik gemonteerd en op Twitch geüpload. In de regio waar ik woon is er een uitspraak dat is toch geen pan. En die uitspraak betekent dat ziet er niet uit. Bijvoorbeeld als mensen een hele rare outfitcombinatie hebben, hun haar heel raar zit. Maar ook bijvoorbeeld met inrichting. Als je bijvoorbeeld een rode bureaustoel hebt met een roze muur, dat is toch geen pan? Dat is die uitspraak. En ik zei dat een keer toen ik met Acinet in call zat. Zij dacht pan? Ze zal wel ban bedoelen, maar het vond ze ook al raar. Maar toen dacht ze zal wel ban bedoelen, dus dat zal het wel zijn. En toen zei ik het later nog een keer. En toen was ze zo verbaasd, pan, dat ik dacht, oh, hier moet ik wat mee. Dus het is een emote geworden, een pannetje met ogen erop, die ook echt zo kijkt van, what? Dus de uitspraak, dat is toch geen pan, met dat ziet er niet uit, heb ik dus echt omgezet. Ja, Mijke, verpest het nou niet. Bibi kende hem wel. Dus misschien woon jij... Hè, nee, jij woont tussen mij en Bibi in, dus dat kan ook niet. Nou, ik ben in ieder geval opgegroeid met die uitspraak. En Denise, nee, dat is iets van jouw familie. Maar het is niet iets van mijn familie. Want mijn huisgenoten kennen hem ook. En Bibi kende hem ook. Maar dat betekent dus, dat ziet er niet uit. En dat heb ik dus letterlijk laten omzetten naar een pan. Vanwege de uitspraak, dat is toch geen pan. Met dus van die oogjes op van, dat ziet er niet uit. Nou, gebruik ik hem dus ook gewoon als oogjes. Waar je normaal met oogjes op zou reageren bij een Twitch streamer. Gebruik ik soms ook de pan. Dan bedoel ik niet dat die streamer er niet uitziet. Of dat wat diegene doet in het spel er niet uitziet. Maar dan gebruik ik hem gewoon als oogjes. Ja. Ja, je woont wel dichter bij mij dan bij Bibi. Maar jij woont tussen mij en Bibi in, zeg maar. Topografisch gezien. Als ik naar Bibi zou gaan, dan moet ik eerst langs jou. Oh, Jesse kent de opmerking. Oh, nou ja, dat betekent het dus. Ja, dat is dus mijn pan-emote.
En ik vind het iets leuks, want het is iets unieks. Het is een emote die je wel vaker kan gebruiken, want als iemand het over eten heeft, gooi ik hem erin. Als iemand iets doet waar ik wat de fuck op zou reageren, gooi ik hem erin. En als iets er niet uitziet, dan gooi ik hem erin. Dus drie redenen om die pan-emote te kunnen gebruiken en het is echt iets van mij. Net als met die Kim Molenbril, dat is ook echt iets Kim Puls. Kijk, een hartje, die ik ook heb, hebben heel veel streamers. Een poppetje, deze bijvoorbeeld, Kim Pul Groet, die je dus kan gebruiken als je komt of als je... Oh. Waarom doet hij het nou niet? Oh, dubbel L. Kimpulgroet. Als je binnenkomt, of als je weggaat, of als je naar Luk gaat, dan kan je deze gebruiken. Hebben ook heel veel streamers natuurlijk. Zo'n swipe poppetje en een hart emote hebben ook heel veel streamers. Maar ik vind het echt leuk dat ik bijvoorbeeld een pan heb, wat echt uniek is. En dat ik dus die molenbril heb, wat dus echt uniek is. Ja. En die pan was dus mijn allereerste emote. Want toen ik dus met Ace net in call zat en hoe zij reageerde, dat ik echt... Ah, daar moet ik wat mee... Dus dat was de eerste emote die ik had bedacht. Van daar ga ik dus iets mee doen. Oké. De katten. Ik vind deze echt briljant knap gemaakt. Maar dan heb je een heel groot wit vlak eromheen op je vlag. Dat wil ik dan ook weer niet. Wat is dit? Volgens mij mist hier nog een derde van. Bite. Geen idee. Er moet iets van staan. Dit is ook schattig, een slapende kat. Aan de andere kant. Slapende kat. Bianca, kom ik precies terug wanneer je stopt, maar ik ga nog even door. Nee, ik ben laten eten, hè. Nog een slapende kat, maar Ruby was voornamelijk wit. Dat gaat een dingetje aan om een witte kat te vinden met grijze plekken. Oh, ook zo leuk. Wauw, serieus. Degene die dit heeft nagemaakt. En dan dacht ik dat het puls al moeilijk was om dat te maken. Maar Kirsten, echt. Heel knap. Echt heel knap. Als dat bruine nou grijs was geweest, hè, dan was dit Ruby geweest. Zo jammer. Deze is heel enthousiast. Dit is ook top. Dit vind ik ook wel top. Hier zit dus een kat en een hartje bij. Die ga ik even opslaan. Ik heb nog één leeg vakje over. Dan is het geen witte kat. Dan is de zwarte kat. Maar Omri is zwart. Dus dan is Omri ook een beetje represented. Oh, welke was het? Zo cute. Alleen snorharen. Oh, hier ook. Als dat bruine grijs was geweest, hè. Zo leuk. Oké, ik wil nog één ding proberen. Zo, kijken wat we hiermee... Oh, nee, dit is goed. Wat we hiermee vinden... Allemaal pootjes. Hier met een hartje erin. Van Doodle. Dan heet je ook nog Doodle. Oh, deze is ook knap gemaakt. Er zitten echt creatieve mensen die dit soort dingen kunnen. Ik heb nu gewoon al niet meer genoeg ruimte. Oh, dit is ook geinig. En dit dan gewoon op je eiland, op de grond, hè. Alsof er echt dus een kat voorbij gelopen is. Oeh. In een hartje, maar wel weer met geel. Geel is niet mijn kleur. Echt knap dat mensen dit kunnen. Take a DUI. Hoe ze dan weer met de term pa komen, snap ik dan niet. Met take a DUI. Puppy Isle. Dat is iets voor Jill.
Oké. We gaan terug. Oh, ja, ik was wel klaar. Oh, ja, je loopt in de weg. Oké. Ik wil die kat nog even zien. Ik zou het leuker vinden om een vlag te hebben die niet wit... Oh jeetje, ik ben wel heel donker nu. Ik denk dat ik toch binnenkort ga investeren in een lampje hier voor het bureau. Dat mijn webcam wat support heeft met licht. Eet smakelijk, Roos. Leuk dat je er was. Ik ga... Nee, ik moet helemaal niet hier zijn. Waarom loop ik hierheen? Ja, als mijn Switch dus een zwart scherm heeft, dan ben ik dus echt heel donker. Ik vind het te leuk. Oké, eilandvlag veranderen. Ik wil die andere. Zijn ze elke keer wel enthousiast? Oké, ik ga weer heel even verstoppertje spelen in het donker. Niemand kan het zien. Ja, ik zou het toffer... Ik vind deze wel tof. Ik zou het toffer vinden met een gekleurde achtergrond. En dan een witte kat en hartje. Maar voor nu hou ik hem even hier op. Ik denk dat dat wel een... Oh, ze zijn weer lekker aan de yoga bezig. Ja, voor nu hou ik het wel even bij deze vlag. Ja, volkomen verbijsterd. En ook meerdere keren op een... Op een dag. Ja, ik heb een mooi kleurtje nu. Ik lijk wel verbrand. Echt een kreeft als ik de hele dag in de zon heb gezeten. Animal Crossing is nu klaar. We hebben mijn huisje van binnen veranderd. We hebben het eilandliedje veranderd. We hebben de vlag veranderd. Zo, nu ben ik weer verdwenen. Zo, nou ben ik heel blauw. Nee, oké, ik ga wel naar de homepage. Dan kunnen jullie me beter zien. Zo, wit licht. Veel mooier dit. Vanavond gaat Jill natuurlijk weer live met Mario Kart. Dus ik dacht, even een warming up. Wie heeft er zin om mee te doen? En wie heeft er zin om mee te doen in Call? Nee, jij niet, Omri. Of wil je mee racen? Hier kan je dat. De enige race wat jij doet is 's nachts. 2 uur 's nachts, hè. Trap op, trap af. Trap op, trap af. Denk ik, die buren... Niemand in call, moet ik het alleen doen? ja, maar Björn, je moet me pas helpen herinneren op het moment dat je subjes verlopen. Want ik kan geen subje geven als je geabonneerd bent. En je bent op dit moment nog geabonneerd. Omri tegen Scott. Oh, dit wordt wat. Ga ik nou dan voor de allereerste keer Mario Kart streamen zonder iemand in call? Dat wordt een dingetje. Oké, ik heb het toernooi vanmiddag al aangemaakt voordat ik ging streamen. Dus uitroepteken code in de chat. Dat kan jij. Ja, dat kan ik. En dan hop, de berm in. Ja, wil jij een call, Björn? Als je niet kan, kan je niet hoor. Maar op dit moment, ik bied elke keer met Mario Kart 2 plekjes aan in call. Dus als mensen denken, ja, ik... Oh, heb ik een typfout gemaakt? Oh nee, ik heb het wel goed gedaan. Ik dacht even dat ik een typfout had gemaakt in call. Björn kan in call. Ja, ik heb hem expres warming up genoemd. Het zijn 8 races. 150 cc. Gewoon de standaard instellingen. Dus geen spiegelbeeld. Ieder voor zich. Normale bots. Normale voorwerpen. Alle voertuigen. Stuurhulp uit. Geen teams. En alleen met code. Even 8 races. Kunnen we allemaal even de generalen. En dan vanavond bij Jill gaan we voor echt knallen voor een goede plek in het klassement. Oh nee. Annette zegt, ik zit op 810 tickets. Ik kan de volgende keer echt losgaan. Ik denk dat ik die beloningen uit ga zetten. Hoe vaker oefenen, hoe beter. Dus kom erop, klaar voor de 12e plek. Bianca, ik heb er 1164. Ik word bang voor jullie. Ja, Bianca, elke keer als je abonneert, krijg je hoppa 50 tickets bijgeschreven. Je hebt natuurlijk vandaag weer geabonneerd, dus je hebt hoppa 50 bijgeschreven gekregen net. Dan gaat het hard. En er zijn natuurlijk ook streams geweest waarbij bepaalde beloningen uitstonden. Dus dan valt er weinig uit te geven. Want Switch-vrienden ben je al en praatjesmakers is niet zo populair op mijn kanaal. Mensen vinden het leuker om te sparen voor verkleedpartijtje dan voor praatjesmakers. Charlotte zegt, ik zal je geruststellen, ik heb er maar 145.
En Annette zegt, geen zorg, ik ga hoger in de ranglijst komen. Ja, wie is de top 10 nu? Even kijken hoor, moet ik naar mijn eigen Twitch-kanaal. Hoop ik dat ik niet zo mezelf in echo hoor. Oké, in de top 10 met tickets staat... It's Delta Unit. Dankjewel voor het volgen. Je bent nog op tijd. Als je wil meedoen met het toernooi, we gaan 8 races doen. Je ziet de code nu in het beeld. Je kan ook uitgetekend code in die chat gooien. Maar in de top 10 met tickets, Henk staat bovenaan met 1189. Dan Mieke 1171. Bianca 1159. Ezinet 1072. Annette 809. Brenda 750. Im 745. Marlena 589. Tons. 509 en Meike, de hekkensluiter, met 502 in het lijstje. Maar jij ziet inmiddels al 503 staan. Ik hoor je niet in call. Hoor je mij niet in call? Oh, geen route. Oh, hij weigert. Wat is dit? Nee. Oh, ik hoor wat. Nee. Hij zegt bezig met koppelen in het oranje. En dan zegt hij geen route in het rood. Ik mag niet. Discord zegt nope. Jammer. Nee, het wordt geen call, jongens. Ik moet het alleen doen. Wel lief dat je in call wilde komen, Björn. Maar Discord is boos. Oké, nou dan ga ik er maar uit. Nou, dan gaan we beginnen, jongens. In 3, 2, 1. Klik. Ja, Discord heeft kuren. Nou, dit wordt wat. Hoe vaak ga ik de berm in rijden vandaag? Hop, hop, hop. Topee! Oh, Bianca is erbij gekomen. Nee, dat is niet jouw schuld, Björn. Jij hebt Discord niet gesloopt. Dit is gewoon waarschijnlijk weer zo'n Discord-storingje of zo. Dus gewoon pech voor mij. Oké. Ja, Omi, je moet nou niet hier gaan lopen doen. Want er gaat veel schaduw komen, ja. Ik weet dat je het leuk vindt. Oké, wordt het tote B of wordt het een vraagteken? Ding, 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 ding. Yay, tote B. Nou, dat is eentje die ik in ieder geval ken. Dan durf ik misschien wat vaker naar de chat te kijken. Maar we beginnen met 5. Dus er is nog plek voor 7 mensen als je denkt ik wil meedoen. Ik wil een plekje. Kom erbij. Oké. Daar gaan we. Yes. Vliegen de start. Ik kan tegenwoordig driften. Daar ben ik blij mee. Ik ben er nog niet super handig in, maar ik ben aan het leren. Oh, zie ik knal nog steeds tegen dingen aan. Oh, ik mis het cadeautje. Oh, oh. Oppassen voor Martine. Oh, ik moet oppassen voor Martine. Laat ik gewoon even tegen de groene schild aanrijden. Ja, ik kan het. Oh, ik kan het niet. Oh, nou mis ik weer een cadeautje. Verdorie. Andere kant op. Zo. Oh, niet via het gras. Dat is niet slim. Oh, daar ligt een banaan. Oh, oh. Omhoog. Nee, niet omhoog. Oh. Gefocust blijven. Ik doe mijn best. Maar tot nu toe pak ik alle muurtjes mee. Maar dit is de warming-up, hè. We gaan vanavond. Dan gaat mijn switch aan de televisie. En dan gaan we voor het echie. Oh, oh, daar is een metro. Ja, hallo Bianca, wat is dat nou? Pak mij even. En hop. Nou had ik het cadeautje wel. Zo. Kijk, nou kan ik gewoon hier langs. Of hier om te rijden. Vind ik veel fijner. Netjes door de bocht. Nu heb ik wel een cadeautje. Ik heb altijd moeite met die bocht. Als ik dan die sprong maak, krijg ik natuurlijk zo'n boost. En dan knal ik vervolgens tegen dat pand aan wat daar staat. Oké.
Nee, rot op met je schelp. God, kanonnen. Ik zit eigenlijk altijd in call met Race, want het is heel moeilijk om ook nog naar de chat te kijken. Toen dacht ik, dat vind ik wel leuk om op dit soort momentjes tijdens de race ook nog met iemand in call erbij te gaan zitten. Oeh. En ik ben vijfde. Nou, ik zit eigenlijk in call met mijn eigen stream, zeg maar. Maar soms ook wel eens met andere streams. Maar in principe gewoon... Gewoon, ja. Soms doe ik al in chat, zeg maar, kijken van de streamer. Van wie was dat pokkelschild? Niet van mij. Ik heb geen schilder gehad dit keer. Oh, ik vind ze allemaal. Ik ga voor willekeurig. Annette is negende. Björn is eerste, oké. Okay. Ik zit nu wel heel trots te zeggen dat ik vijfde ben. Maar we zijn met vijf. Oké. Okay. Probeer je ons bang te maken met die rode ogen. Dat is eigenlijk jammer dat er niet zo'n mager heimpakje is of zo, hè? Om dan nog helemaal af te maken. Om zijn look helemaal af te maken. Oké. Okay. Niemand heeft niet gekozen. Bianca, zat je niet op te letten? Ah, net zeg ik ben negende keer. De PC is zelfs nog beter. Oh, het wordt... Hoe heet die ook weer? Electrodome? Ja, die vind ik wel leuk. Beter dan die opties die er net waren. Oké. Okay. Komt u maar. Tiet, tiet. Daar gaan we dan. En... jump. Ho, 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 ho. Ja, het gaat nog goed. Andere kant, andere kant. Nee, nee. Oh, oh. Dit is altijd zo'n ding, hè. Als je dan tegen de ene muur aanknalt en je wilt tegensturen, dan kan je vervolgens keihard... tegen de andere aan. Wat was dat? Een gewone bom? Want ik zie hem al. Zat jij een bom te gooien voor mij, Annette? Die was mis. Lekker. Nee! Godsamme, van wie was dat scheidsschild? Wat een rot moment om die af te vuren. Oké. Vierde ben ik nu. Gaan we voor de tweede baan. Zo. Oké, ik hang hier even achter me, want ik zie zo'n groene rondvliegen. Oh. Iemand knalde er tegenop volgens mij. Vind ik niet erg. Ik dacht de pion. Nee! Ja, hallo, doe dat even dan voordat ik een cadeautje pak. Nou ben ik hem kwijt. Oké, okay. Ik vind het niet leuk als ik zo klein ben. Hop, en jump. En ik ben nu derde. Kijk, als het zo doorgaat, dan ben ik straks tweede. Want bij de eerste ronde was ik vierde. Oké, okay, dit gaat tot nu toe lekker. Ik zie iemand hallo zeggen. Hoi Danielle. Oh, kijk. Ik zie, ik kijk naar de chat en ik knal zo tegen de vangrail op. Rot op met je kogel. Oké, okay, die pakt de andere baan. Goed zo. Ah, ik ging net langs de boost. Dat is jammer. Oké. Okay. Oeh, nou drie van die dingen. Dat vind ik helemaal niet erg. Oh, nee. Iemand krijgt een blauw schild. Oh, toen was ik opeens op de andere baan. Hier nog een rood schild. Kijk, daar kan ik je inhalen. Haha. Haha. Nee, nee, nee. Oh. Van wie was die bliksem op het einde? Jongen. Oh,
ik had gewoon derde of tweede kunnen worden. Nee hoor. Vierde. Dat was op zich nog wel mooi, vierde, maar het is niet het podiumplekje. Oké, dit zijn ook weer kutkeuzes. We gaan weer voor willekeurig. Annette, weer negende. Wel consequent dan. En je gaat gelukkig nog niet achteruit, maar ja, je wil natuurlijk wel vooruit. Hé, hey, Bjorn, pas op, hè. Gaan jullie het me nog moeilijk maken, zegt hij dan. Oh, waarom kiezen jullie die stomme tempel? Oké, wat wordt het? Het wordt een tempel. En nee? Nee! Oh, het wordt de snelweg. Die vind ik eigenlijk best saai, hè, de snelweg. Want het is eigenlijk alleen maar een beetje tussen de auto's heen rijden. Hij is wel makkelijk. Ik heb hem liever dan die tempel. Maar het is niet mijn favoriete baan, deze. Toet. 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 Nou, daar gaan we. Het is dat ik niet meedoe, Bjorn. Anders had je het lastiger gehad. Ik wil een cadeautje. Ja, nog een cadeautje. Nee, jammer. Alsjeblieft, Bjorn. Nope, dat is het bord. Ja, hallo, vlieg er dan overheen of zo. Ja, daar gingen mijn muntjes. Bianca pakt alles voor mijn neus weg. Oeh, die ging zo hard naast me. Oké, dit vind ik lastig, die zijkanten. Ik blijf liever gewoon op de weg bij deze. Cadeautje. Ja, scheidbliksem. Pff, eet smakelijk, Annette. Bjorn pakt even de muntjes mee. Ja, cadeautjes voor mij. Die. Pak gewoon alles. Nee, weg. Oeh. Oh, kak. Ik denk, oh, dat is cool. Ik landde op de vrachtwagen. Er zat ook zo'n springding. Maar ja, toen landde ik vervolgens precies achter een auto. Nee, weg met je kogel. Alsjeblieft. Die rode was van mij, die blauwe niet. Maar ik had een rode afgevuurd en toen zag ik die blauwe erachteraan komen, Björn. Ik sta gewoon eerste, jongens. Nee. Oeh, nieuwe volger. Schultje. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Als je wil meedoen, uitroepteken code in de chat en dan krijg je de toernooicode. We hebben pas, dit is pas de tweede, toch? Tweede race van de 8. Oeh, dat is een bus. Nee. Rot op met je. Nou, Bjorn er weer ingehaald. Nee, weg met die vlammetjes. Nou ben ik derde. Oh, is het al de derde? Wat een Toad? Toad bye. En we hebben deze. Wat was de andere race ook alweer? Ik ga voor die. Oh ja, die Electrodome. Ja, dat is waar. Oké, we hebben nog 5 te gaan. Oké. We kiezen allemaal wat anders. Wat gaat Bjorn kiezen? Hij moet erover denken. Ja. Oh, nee. We kiezen echt allemaal wat anders. Bianca, dit is inderdaad een makkelijke baan. I like it. Yes. Mijn kaartje heeft gewonnen. De Mario Kart Stadion. Kan ik hier weer een beetje oefenen met dat driften? Race 4. Hoi Love the Sims, welkom terug. Doet. Daar gaan we weer. Zo. Ik heb een cadeautje. Wat krijg ik? Een banaan. Oh, dat is gras.
Ik wil die. Ja, die ging lekker last. Ik weet niet van wie die was. Ja. Zo. Zo fijn. Als je een schild achter je hebt hangen, dan je dan gewoon... Die kan... Oh, oh, ik zie niks meer. Ik voel alleen maar een vangrail. Dit gaat niet goed. Ik wist dat eerst ook niet, hè. Dat heb ik ook echt iets van de vorige maand of zo, of 2 maanden terug pas geleerd. Dat als je een schild hebt of een banaan, dat je die er gewoon achter je kan hangen als beveiliging. Voor het geval je wordt aangevallen door een schild of een banaan. Zo. Oeh. Ja? Nee, net ernaast. Oh, jammer. Oh, nee, toch wel raak? Nee, niet. Ik zie hem nog gaan. Wat krijg ik? Weer een schild. Geef me even wat beters. Daar ligt een banaan. Moet ik even oppassen. Nee, alsjeblieft. Rot op met die kogel. Okay. Oh, volgens mij zijn we al bijna, hè? Ja, kak. Gassen, 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 gassen. Wat ben ik? Vierde. Hoe hang je dat erachter met L? Met L. En dan ingedrukt houden. Kom op, Kim, je kunt het. Dat spel heb je ook maar niet echt, maar gewoon Mario Kart. Ja, Mario Kart heeft heel veel verschillende dingetjes. Uitroepteken code in de chat en dan kan je meedoen. We zijn nu op de helft van de 8 races. Ik heb geen Xbox. Ik heb een Wii en ik heb een Switch. Ik speelde het ook heel veel op de Wii. En dan was het winkelcentrum mijn favoriet. En Moo Moo Meadows, wat dus hier Boe Boe Boerenland heet. Die, oeh, we gaan de arena doen. Dat is mijn favoriet op deze Switch. Ik vond het winkelcentrum heel leuk. En Boe Boe Boerenland op de Wii vond ik heel leuk. En die zit, Boe Boe Boerenland zit dus ook op de Switch. Dus daar ben ik blij mee. Maar dit is ook één van mijn favorieten. Je bent Duits, maar als je Nederlands typt, dan mag je gewoon hier in de chat zijn, hoor. Dat maakt me niet uit waar je woont. En hoepatee. Nou, oh, dat was dom. Oké, okay. Nou moet ik even focussen. Dit is normaal een baan waar ik goed in ben. En we gaan dwars door de modder. En nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Kijk, dit vind ik... Oeh, oeh, oeh. Wel recht blijven sturen. Kijk, maar nou beland ik in het gras. Nee! Precies op het moment dat ik hem wilde inzetten. Zo. Hoepatee. Ja, die was raak. Lekker. Sorry, Martine. Nee! Oh. Ik krijg er gewoon één terug van haar. Oké. Okay. Spring. En spring. En spring. Hop. Oh, nee. Waarom gaat het nu opeens niet hier zo goed? Oké, okay, waag het om nou met je scheidbliksem te komen. Oké, okay, ik ben derde, maar ik zie degene die voor mij is niet eens. Hoe goed zijn twee... Oh, ik zie daar in de verte iemand omhoog springen. Wie zijn de eerste en tweede nu? Jeetje.
Nou, ik kan beter naar achter groeten. Oh, spookje. Derde, ik ben derde. Ik kreeg me gek van een knal. Ben ik pro? Ik denk dat Kim een relatie met gras heeft. Ik moet wel zeggen dat dit is een van mijn favoriete banen al voordat ik kon driften. Omdat dit een van de banen is met bochten die ik dan wel kon handelen zonder te driften. Maar nu ik kan driften vind ik hem wel leuker. Oké, we kiezen weer allemaal wat anders. Oh kijk, Bianca is het met me eens. En er komt iemand bij. Welkom. Wie doet er mee? Oh, twee mensen zijn erbij nu. Kijk, is het sapscheur? Hoe moet ik jouw naam uitspreken? Alles behalve die regenboog. Ja, echt hè? Oh, hij is twee keer gekozen ook nog. Oké, wat wordt het? Ah, geen regenboog. Nee, die knal ik ook constant vanaf die regenboog. Oh, Sabrina. Ah, leuk. Oh, daar staat die sap voor Sabrina. En Shirley doet mee. Oh, Sharon wist niet dat je bij die dingen kon boosten. Nou, bij deze. Oh jee, Shirley is ook wel goed. Hier, weer gras voor mij. Oh, 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 kijk. God de... Ja joh, drift even langs de cadeautjes heen. Dat maakt het makkelijker vandaag. Oké, serieus hè? Hoe ver zijn jullie al? Ja, ik zie Shirley nu voor me. Maar Björn is gewoon al in de verte en nog iemand. Kijk, twee cadeautjes, dat is fijn. En die is ook fijn. Hoppatee. Lekker even afsnijden. Laat die gouden. Oké. Ik deed nooit boost bij bochten. Want als je handbesturing doet met bochten, dan ging je gewoon telkens rechtdoor, zeg maar. Nou weet ik dat het inmiddels wel kan met driften. Maar het is nog steeds een gepuzzel. Ik zit weer op het gras. Waarom heb ik ook weer voor deze baan gekozen? Zo, ik weet niet wie ik te pakken had, maar... Bom, bom, bom. Volgens mij rijd ik alleen maar bij computers nu. Het gaat niet zo goed. Zo. Oh, dat was hem al. Achtste. Kim van het Gras is een mooie naam. Switch rebranding. Kim van het Gras en dan hele gras layout met grasprietjes. Mike gaat vandoor boodschappen doen. Ja, ik ga hem niet nog een keer doen. Ik pak wel willekeurig. Zo lief ben ik dan ook alweer. Als het wel wordt, dankzij Bianca of Goud, dan vind ik het ook prima. Maar getuigen van mijn bruiloft. Nou, ik ga niet trouwen met gras. Wat wordt het? Weer het arena. Kijk of het nu wel goed gaat. Want net ging ik soms bij drift per ongeluk de bocht in. Of bij jumpen. Toet, toet. Toet, toet. Toet. Nee, vind ik niet erg, nee. Maar ik dacht, laat ik een andere baan, laat ik willekeurig kiezen, want we hebben deze al gehad. En spring. En spring. En spring. En hoppatee. Oké, ik kan dit wel beter op de tv dan op de computer.
Dat was een botsing met Martine. Waarom? Dat bericht gaat opeens niet goed meer hier. Ik kom elke keer in het gras. Oh, Sharon is jou slechter op de tv. Ik weet niet wat het is. Of ik het misschien nu te dicht op zit. Een stukje naar achter. Of dat helpt. Oké, deze ging goed. Deze... Oh. Goud. Nee. Ach, dan miste ik ook nog die boost. Oké. We gaan er twee in gaan meteen. Nou, iemand wordt afgestraft, zie ik al. Oeh, deze ging ook goed. Oké. En jump. Oh, oh, dat ging mis. Zo, ik maakte even een salto. Haha. Ik weet niet van wie die was, maar haha. Gaan we nou even een hoop mensen inhalen nu? Want we zijn er bijna. Oh, die was nice. Ik weet niet waarom ik naar voren schiet, want er is niemand meer voor me. Ik had het bijna zelf weer op mijn bak gekregen. Ja, je kan hier nog wel zien met het inkt. Maar ik moet wel zeggen dat het hier moeilijker is dan op de Wii. Op de Wii was het een paar vlekjes in beeld. En hier is het toch wel op meer plekken. Hoi Jessica, welkom. Dus ik vind wel dat de inkt op de Switch wat lastiger is om te zien dan op de Wii. Bianca zegt, oké, ik heb het even uitgetest, maar publiek inspringt, dat lukt niet. Oh. Lekker, Bianca. Kun je een beetje winnen? Ik heb eigenlijk niet meer gelet om... Ik denk niet dat ik bovenaan ga staan. Nou, ik sta sowieso niet bovenaan, want Björn heeft de kroon op. Maar ik heb geen idee op welke plek ik sta. Even kijken. Ik heb 61 punten. Sta ik tweede? Oh. Ik sta tweede. Maar om eerlijk te zijn, Shirley en Sabrina zijn later gejoined. Dus die gaan we sowieso nog dik inhalen. Voor mij is dat laatste namelijk. Oké. Gassen, gassen, gassen. Deze vind ik altijd wat lastiger. Hoop, 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 bocht. Haha. Ik had nog een schild in mijn zak. Oh, kak, kak. Ik moest die dingen raken. Ja, dankjewel. Oh, oh, weer gras. Oh, die ging zo vlak langs Björn in dat groene schild dat ik afschoot. Oké, dat was de eerste. Oh, iemand knalde tegen mijn schild op. Ze zijn al zo ver voor. Oh, wacht maar, ik ben mijn vuurbloem alweer kwijt. Ik dacht, ze zijn zo ver voor. Ik kan die vuurbloem wel afschieten, maar ik zie niet eens mensen voor me rijden. Yes, hij is er. Hij is er. Blijf, blijf. Nee, kak! Vlak voor mijn neus ging hij dicht. Dat is niet lief, Nintendo. Oh, iemand krijgt een blauw schild. Hé, wat vervelend. Oh, tuurlijk, krijgt toch een banaan. Jongen. Ik wou net nog zeggen, ja, ik neem deze sluiproute. Daardoor mis ik eigenlijk wel cadeautjes. Dus dat was misschien niet zo slim. Had toch geen reet uitgemaakt, want de bliksem kwam.
Oké, okay, laatste keer. Alsjeblieft, haal die tunnel open. Nee, hij is dicht, jammer. Oh, nu gaat hij open. Nu kan ik voorbij rijden. Oppas voor die banaan. Oeh, ik heb iemand geraakt. Oh. Ik heb nog nooit een banaan voor gegooid. Ik gooi ze altijd naar achter. Oh, kom op, kom op. Nee, niet tegen muren. Niet nu. Nee, nee. Nee. Oh, ik had vierde kunnen zijn. Oh. De eend vindt de love een slechte toevoeging, ja. Björn is weer eerste. Nou ja, hij zal waarschijnlijk ook wel eerst in het klassement staan dan. Ik ben vijfde uiteindelijk met 69 punten. Voor 8 races. Oké, okay, het is oké. Okay. Nou zeg Björn. Dit is de warming up, hè. Vanavond gaan we los. Oh, als we 9 races hadden gedaan, hadden we Babypark te kunnen kiezen. Maar oké, okay. Even kijken op de ranglijst. Nou, Björn staat verrassend eerste met 104 punten. Ik sta nu nog tweede. Martine derde, Shirley vierde, Bianca vijfde, Sabrina zesde en Annette zevende. Maar Annette moest eerder weg om te eten. En Sabrina en Shirley kunnen nog groeien, want die zijn later ingestapt. Dus die kunnen nog op een hogere plek komen. Maar tot zover de warming-up. Vanavond is Jill natuurlijk weer live met haar traditie Mario Kart. Dus voor degenen die mij net zijn gaan volgen en haar niet kennen. Klik even op dat kanaaltje. Druk op de volgknop. Want vanavond doet zij dus ook een Mario Kart toernooi met allerlei pools. Dus daar ga ik zeker ook aan meedoen. Ik ben binnenkort weer terug met een nieuwe stream. Ik weet nog niet wanneer. Volgende week zondag in ieder geval wel een stream. Volgende week zondag 21 maart gaan we natuurlijk vieren dat ik een jaar op Twitch stream. Met Animal Crossing. En als het goed is met de Sims, maar dan moet ik nog even checken. En als afsluiter denk ik ook Mario Kart. Ik weet nog niet zeker, maar ik ga nog even kijken. Ik vind het leuk om met V-streams 2 of 3 de games te doen. Bedankt in ieder geval iedereen voor de stream vandaag. Was leuk om weer terug te zijn na anderhalve week met de PC reset en zo. Goud zegt, nu ben ik wel opgeramd. Opgewarmd. Het was gezellig. Even goed die warming up. Dat ik nu tegen al die muurtjes en al die vangdeels ben geknald. Is alleen maar goed. Want zeg toch altijd. Een snelle generale. Een slechte generale is een goede uitvoering toch. Dus vanavond ga ik voor een goede uitvoering. Ja, het was gezellig. Ik hoop dat je er ook bij kan zijn volgende week, Bianca. Succes in het revalidatiecentrum. En bedankt voor de subjes. Tot een volgende keer. Doeg.